Het aantal geweldsincidenten in de gemeente Nijmegen is in 2023 afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Tegelijk wordt er wel een stijging waargenomen in het aantal meldingen van verwarde personen en winkeldiefstallen. Dat zijn de opvallendste uitkomsten van de nieuwste criminaliteitscijfers die de gemeente vandaag publiceert. Ik vind elke daling is heel erg mooi en vooral dat op het gebied van geweldsdelicten er een daling is, vind ik heel erg fijn. Want dat is iets wat mensen echt heel erg raakt. Kijk, als je beroofd wordt van je portemonnee of iemand haalt je fiets weg, dan baal je natuurlijk ook vreselijk. Maar als daar ook nog geweld bij wordt toegepast, dat maakt het echt heel erg. Dus daar ben ik wel verheugd om dat we dat afgelopen jaar hebben gezien. Ik hoop dat we dat ook kunnen blijven vasthouden. Geweld eigenlijk helemaal niet, maar als het dan moet zo min mogelijk wordt toegepast. In de cijfers zien we een duidelijke stijging in de meldingen over verwarde personen. Dat is natuurlijk iets wat al langer speelt. Hè. De burgemeester is daar vaak over bevraagd. Al heeft daar ook een duidelijke mening, een visie over. Wij worden ermee geconfronteerd. Hè. Het is niet zozeer iets dat wij iets daaraan kunnen doen. Wat wij proberen is om in ieder geval goed te zijn voor de mensen waar we mee in aanraking komen. Hè. Zorgen dat we meldingen goed afhandelen. Zorgen dat we het heel goed vastleggen. Zodat andere instanties daarmee mee verder kunnen. Het is heel erg belangrijk, en daar is de inzet dus vooral op gericht, dat we mensen een goed dak boven het hoofd met de goede zorg. Dat laatste hebben we natuurlijk ook wel zorgpartijen voor nodig. De gemeente is niet een GGZ-instelling. De gemeente is niet een verzorgingsthuis. Maar wij kunnen wel helpen om mogelijk te maken dat er genoeg opvang en zo is. Ook zien we een stijging in de cijfers over winkeldiefstallen. Het maakt echt wel veel uit of je zegt dat het heeft meer te maken met het fenomeen van een zelfscan of heeft überhaupt te maken met een grote stijging omdat mensen... Een stijging aan supermarkt. Ja, supermarkt omdat mensen minder geld te besteden hebben en dus eerder gaan stelen. Klassiek vanuit de supermarkt zelf, ook los van het hele fenomeen of het nou wel of niet via een kassa gaat lopen. De stijging in de cijfers merkt ook de politie. Ze moeten goed kijken waar ze mensen op inzetten. Die politiemensen kun je maar één keer inzetten. Maar wat we natuurlijk wel kunnen doen, we kunnen wel prioriteren binnen de meldingen. Dus op het moment dat we bezig zijn met een persoon met verward gedrag, en die kennen wij bijvoorbeeld, en daar hebben we al vaker mee te maken gehad. We kennen de context en omstandigheden. En er komt daarna een melding van bijvoorbeeld een reanimatie. Dan zullen we natuurlijk altijd die reanimatie voor laten gaan.